Dag iedereen, de afgelopen weken hebben jullie natuurlijk door mijn vlogs, mijn vrienden en de muziekmarkt van mijn vrienden leren kennen. Maar voor degenen die mijn blogs eigenlijk nooit gelezen hebben, hebben mij nooit leren kennen. Dus ik vond dat een ideale afsluiter om dit deze vlog keer te doen. Geen paniek, Fluffy is er deze aflevering ook weer bij. Hey Fluffy, matje. Omdat ik vandaag de vragen ga beantwoorden, heb ik een andere interviewer nodig. Dus mama, wil jij even een paar vragen stellen aan mij? Dat ga ik zeker doen. Merci. Ma, wat vind ik van mijn vlogs tot nu toe? Dat is heel goed. Ik vind het heel tof. Je steekt er je eigen creatie in. Ik vind het echt leuk. Ja. Nee, wat vind je er echt van? Dat is zoals jij bent. Is dat goed of niet? Dat is heel goed. Ah, merci. Jules, wat zijn uw drie favoriete artiesten aller tijden? Ah, wel, maar nu besef ik pas wat een moeilijke vraag dat eigenlijk is. Want dat is echt niet makkelijk om te kiezen. Maar ik denk toch dat ik voor de klassiekers ga gaan. En ik zet op 3 Drake. Dan zet ik op 2 zet ik Mac Miller, denk ik. En op 1 ja, J. Cole, denk ik. Ah, dat is goed, hè? Kom, bro. Pak het. Ja, ik ben vergeten wat ik moet vragen. Allee, vraag. Uit Karajan wat ik moet vragen. Ik moet vragen wat mijn favoriete liedje is. Ja, nu. Jules, het favoriete liedje op dit moment nu. Wat is dat voor u? Op dit moment is mijn favoriete liedje toch wel de Places plus Faces freestyle van Aminé. Kan het niet? Ja, dacht ik al. So, fuck it. Fuck it. Spin it, spin it, run it, dog, it's nothing, yeah. Fuck it, spin it, spin it. We don't got much time to live, so let's hope for the best. Is hip-hop eigenlijk belangrijk in uw leven? Ja, ik denk dat je dat wel weet. Er staat hier constant hip-hop aan in huis. En ja, ik luister eigenlijk 24/7 naar muziek. En zonder dat zou ik me echt geen leven kunnen voorstellen, denk ik. Ik denk dat dat wel op je vraag antwoordt. Ja, zeker en vast. Jules, wat is volgens jou een echt opkomende artiest? Ik vind dat jullie allemaal een keer Young Mavu moeten gaan checken. Dat is een jonge Belgische artiest. En ja, je gaat er echt wel raden, denk ik. Ik zou zeker ook zijn Harry Potter liedje aanraden. Dus ja, go check it out. Tof. Kijk mensen, dit is het alweer. Dit is het einde van mijn miniseries. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Ik vond het in elk geval super leuk om te doen. En ik hoop dat jullie ook veel inspiratie hebben gekregen voor jullie ultieme playlist. En als je nog wat meer inspiratie nodig hebt, lees dan zeker mijn blogs op deze website. Bye! Wat? Dat ben nu zo... Waardhorses... Dat staat in de top 30 zelfs. Old Time Roads. Ja, Old Time Roads, ja. Waardhorses. Hoe hoort dat toch?